Hey daar, boogschutter. Leuk dat je kijkt naar weer een video van Passion Vertaald. Dit is de liefdesvideo voor de maand februari. We gaan eens kijken wat er aan zit te komen, wat er gaande is. Wat ik voor jou mag doorkrijgen. Op de Facebookpagina vind je geschreven lezing. Liefde in relatie. Liefde singles. Persoonlijke ontwikkeling. Alle drie apart. Ik zou zeggen, kijk er even naar voor de maand februari uiteraard. Eerder op het kanaal heb je ook al een algemene video kunnen vinden. Mocht je die nog niet gezien hebben, zou ik daar zeker ook mee even naar kijken. En voor nu laten we gewoon eens gaan kijken wat ik voor jou mag doorkrijgen in de maand februari. Voor de boogschutter alsjeblieft. Je verdient liefde. Je bent beminnenswaard. Net als een ieder verdien jij liefde, ben je... Wow, oké. Scheiding. Een tijdje gescheiden zijn van je partner staat voor de deur. Wow. En verzoening. Iemand uit je verleden komt opnieuw in je leven. Bij de eerste kaart... komt het bij mij gelijk binnen als dat jij misschien niet het idee hebt dat jij liefde verdient. Of dat je iemand met iemand samen kan zijn. Of. Ik krijg een beetje een zelfsabotage. Hier wordt eigenlijk gewoon tegen jou gezegd, nou, open je ogen, want jij verdient die liefde wel. En misschien heb je je lang genoeg voorgedaan alsof dat niet zo is en... Is het dus nu eigenlijk tegen jou om te zeggen van, hey, wake up, dat verdien je wel. Als je momenteel in een relatie zit, zou het zomaar kunnen zijn dat je een tijdje gescheiden gaat zijn van je partner. Het kan ook zijn dat dit ook daadwerkelijk echt een scheiding betekent. Maar dit kan ook zeggen, de scheidingslijn tussen jou en je partner. Of tussen jou en degene waarmee je dealt in de liefde. Dit hoeft niet per se een scheiding te zijn van het echt uit elkaar zijn. Maar dit kan ook een scheiding zijn door bijvoorbeeld een werkissue. Dus als bijvoorbeeld jouw partner of jij naar het buitenland moet voor werk. Het kan zomaar ook zo zijn met de kaart verzoening en zeker bij de je verdient liefde en de scheidingskaart. Dat jij en degene waarmee jij deelt in de liefde momenteel in separatie zijn of in separatie gaan zijn. En dat deze persoon ook weer opnieuw in je leven komt. Buiten dat kan deze verzoeningkaart ook zeggen dat er iemand uit een vorig leven opnieuw in je leven komt. Dus dat je nu een... opnieuw weer iemand gaat ontmoeten uit een vorig leven. We gaan zo eens kijken wat de tarot erop te zeggen heeft. Maar laten we eerst de rest van de orakelkaarten erbij trekken. Deze vind ik leuk. Zo schutten. Eén keertje nog voor de boogschutter alsjeblieft. Boogschutter, februari. Wat moet ik doorgeven? Vanuit de deck en de boogschutter. Dank u. Oké, first of all. Je bent je er misschien nog niet van bewust, maar je aura wordt nu doordrongen van een tapijt. Van positieve resultaten en spirituele zegeningen. De grijze wolken zijn verdwenen en vervangen door een zacht en stralend licht. Het verleden ligt achter je. Laat het los en omarm het positieve dat voor je ligt. Komt-ie. Oude gevoelens steken de kop weer op. En je zit opnieuw in een emotionele achtbaan. Verzet je er niet tegen en laat deze gevoelens gewoon toe en veroordeel ze niet. Ze zijn niet goed of slecht. Ze zijn gewoon een deel van jou. Aanvaard ze, omarm ze en houd ervan.
Erken het verleden en wees dankbaar voor de diepe heling die je nu meemaakt. Ja, ik heb het idee dat dit te maken heeft met een, met iemand die waarbij het nodig was om in separatie te komen met degene waarmee je deelt in de liefde. Dus met jouw partner of jouw crush of jouw jouw andere, jouw wederhelft. Waarom? Omdat jij moet beseffen dat jij liefde waard bent. Als je lang in een relatie zit of als je lang in een connectie zit waar eigenlijk weinig vuur of iets in zit, ga je meer van jezelf geven dan dat je misschien op dat moment zou moeten doen. Dan ga je overgeven om maar, ja, niet overgeven, maar dan ga je over acties geven om die persoon maar, zeg maar, bij je te houden. En dit is eigenlijk meer, komt bij mij meer binnen als een torenmoment. Maak je geen zorgen. Je wordt geleid. Je wordt geholpen vanuit een hogere macht. Ga door. Doorzetten. Doorzetten, doorzetten, doorzetten. Misschien sta je nu op het punt. Oké. In de nabije toekomst. Stop. De kaart gaat door. Misschien sta je op het punt om op te geven. Denk je, ik weet niet meer zo goed wat ik hiermee moet. Het is misschien beter als ik ermee ga stoppen. Nee, zegt het universum. Doorgaan. Doorzetten. Hop, hop. Gewoon naar je werk. Hop, hop. Gewoon al die dingen doen. Al je dagelijkse dingen doorzetten. Doorzetten, doorzetten. Nu is het moment dat jij moet gaan laten zien. Knallen. En niet gaan zitten treuren omdat het misschien met een in de liefde niet lekker loopt. In de nabije toekomst zegt voor mij dit duurt niet lang meer voordat jij hier verandering in gaat merken. Voordat jij gaat merken dat er wat gaande is. En voordat jij gaat zien dat er verandering in komt. Of dat er dus inderdaad een oud persoon of een nieuw persoon weer in je leven komt. Dit kunnen verschillende, natuurlijk uiteraard verschillende mensen zijn. Dit kan iemand zijn echt ver uit je verleden. Maar dit kan ook iemand zijn die in een recent verleden zat. Maar goed, laten we kijken wat de tarot erop te zeggen heeft. Voor de boogschutter, alleen rechtop. Eén keer nog. Voor de boogschutter, ik lees alleen rechtop. Dus ik wil het ook nog even vertellen aan de boogschutter. Kelk 8. Ergens van weg moeten lopen. Op zoek naar meer. Weten dat er meer te halen is. De dwaas. Risico's durven nemen. Wetende dat je gedragen wordt door het universum. Het is in ieder geval iets of iemand waarmee jij te maken hebt. Waar jij niet mee kan stoppen aan. Maar aan denken, deze persoon zit in jouw hoofd. Deze zit non-stop in je hoofd. Deze persoon, of andersom, misschien ben jij wel degene. Of komt er iemand terug over waar jij niet kan stoppen met denken. Is die persoon van jou weggelopen, maar komt deze persoon opnieuw terug. Er is een nieuw begin gaande hier met de dwaas. De doodkaart en... Oké, mooi.
Er is een transformatie, heeft er plaatsgevonden. Misschien heb je te maken met een schorpioen, kan ook bij jou, maar kan ook zijn dat het bij degene waar jij mee dealt, dat deze persoon een transformatie heeft doorgemaakt. En deze persoon is nu daarvan aan het wegvaren. Die gaat dit achter zich laten en die is op zoek naar rustige vaarwater. Genoeg met het verleden gedeeld, op naar de toekomst. Ik zie dat jij moet gaan erkennen dat het leven niet meer dan een spel is. Schildknaap van Kel kan misschien hebben te maken met een vis. Of een schorpioen. Maar dat had ik net ook al. Excuus. Kreeft misschien. Er komt een nieuw aanbod. En ik denk zelfs dat dit een persoon is. Mag ik nog één kaart alsjeblieft? Er komt een nieuw aanbod. En ik denk dat dit een persoon is. Wat ergens ook jouw wederhelft is. Waarom? De lammen leidt de blinden. Ja, kijk eens hier, muntenteam. Dit is iemand die naar jou terugkomt en zegt, ja, ik ben, het kan toch niet, ik ben maar de helft. Ik ben maar 5 van de 10. Zonder jou kunnen we dit alsjeblieft nog een keer doen. Kunnen we dit. Er komt een nieuw aanbod naar jou. Er komt een nieuwe vraag, een nieuw start, een nieuw. Dit zie je hier ook al met de dwaas. Dit is iemand die iemand die al die tijd wel liefde voor jou heeft gehad, maar misschien niet echt meer beseft heeft dat de liefde er nog was. En daar, ik denk dat dat de reden is waarom er een scheiding heeft plaatsgevonden. Zodat jullie beiden konden beseffen dat jullie eigenlijk niks zijn zonder elkaar. Tenminste, wel alles zijn zonder elkaar, maar elkaar nodig hebben om elkaar te vervullen. Die transformatie heeft plaatsgevonden en dat is eigenlijk een heel mooi bericht. Er staat jou veel te gebeuren in de nabije toekomst. Dat is iets wat ik je wel kan vertellen. Ik ga er nog een engelenkaartje bij trekken. Spirit voor de hubbelschutter, alsjeblieft, wat mag ik vertellen? Dankbaarheid. Leef voortaan in dankbaarheid. De sterren zullen helder op je schijnen en alles in je wereld zal lichter worden. Net niet in mijn beeld. Nou, een soort van. Voor de boogschutter alsjeblieft. Spirit, wat mag ik vertellen? Is er nog meer? Oké. Stilstand. Hou pas bol. Misschien ben je gefrustreerd omdat iets op zich laat wachten of tot stilstand komt. Toch is dit een zegen. Het is een teken van goddelijke tussenkomst. Als de tijd in perfecte harmonie is, zal alles in vervulling gaan. Doe het nu. Stel het niet langer uit. Wees moedig en luister naar je intuïtie, want dat is de leidende stem van je ziel. Ga door. Doe het nu. Het onbekende. Wees niet bang voor het onbekende. Dit is een periode van indringend. De verkenning en transformatie. Onbekend terrein leidt tot nieuwe horizonnen. Visie. Een positief resultaat vereist een positieve blik. Stel je voor dat iedereen die betrokken is bij je huidige situatie wordt omgeven door licht en liefde. Ook jij. Jouw liefde kan gebeurtenissen beïnvloeden. Nou. Goed, boogschutter. Dit was jouw lezing.
Check even de Facebookpagina. Hieronder in de beschrijving vind je alle info voor mijn contactgegevens, info over persoonlijke lezingen en uiteraard Facebookpagina. Hopelijk zie ik je bij de volgende video weer. Dus groetjes, doei!